Vandaag wil ik jullie laten zien hoe ik van deze slaapkamer een leuke kinderkamer heb gemaakt voor onze dochter, omdat we verhuisd zijn. Ik laat dit zien door middel van kleine filmpjes en een fotocollage. Veel plezier met kijken! Ik heb als allereerst een boom gekocht bij de Xenos die blank was. En daarnaast heb ik ook wat dieren gekocht. Maar niet alleen bij de Xenos, ook online kun je meerdere dieren kopen. Ik heb het gekocht bij Vree Studio. Al deze dieren die heb ik zelf geverfd, zodat ze een leuke kleur zouden zijn voor op de muur van de slaapkamer. De reden voor een nieuwe kamer is omdat we verhuisd zijn. Toen ik klaar was met verven ben ik uitwezen puzzelen hoe of dat ik de slaapkamer precies zou gaan maken. Ik heb het alvast neergelegd en op de foto gezet omdat het uit meerdere onderdelen bestaat. Zo kon ik in ieder geval niet in de war raken. Bij een nieuwe slaapkamer horen natuurlijk ook nieuwe slaapzakken en ik vond deze wel erg leuk in het thema passen. Hier zie je hoe ik de tak al heb geplakt op de muur. Ik heb alleen nog geen blaadjes. En de panda en de olifant zitten ook nog niet op de muur. Dit ga ik binnenkort nog doen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Tot de volgende keer!